Op zondagmorgen bleven de meeste Jordaners ook een uurtje langer liggen. Maar een enkeling zult u er in die vroege straten altijd wel tegenkomen. Dat is dan stevast een hengelaar die er bij het grieken van de dag op uittrekt. Maar als er een hengelwedstrijd voor de deur staat, dan krijgt die eenzame visser al spoedig gezelschap. Op zo'n echte hengeldag gaan zelfs vaak de vrouwen en kinderen mee. Deze Jordaners nemen deel aan het baarsconcours 1949 in het Noord-Hollands kanaal tussen Schouw en Purmerend. In dit polderland sla je de wurmen vers aan de hak. Als de opperscheidsrechter de vlag gezwaaid heeft, kan er ingelegd worden. En dan begint die zalige periode van gespannen zitten niets doen. Van kijken, loeren, turen en op een strootje bijten. Vreemd eigenlijk dat zo'n spanning de mens rust geeft. Ontspanning. Het schijnt dat er op deze dag ook wel baars gevangen is. Alleen, wij hebben het niet gezien. Nou ja, deze mag geen naam hebben. In ieder geval waren de verhalen weer zeer sterk. Zoals ze dat trouwens altijd zijn. Vis of geen vis. Op dezelfde...